Als eerste wil ik de organisatie van het Marxisme Festival danken voor hun uitnodiging en het voorstel om dit belangrijk onderwerp in de agenda op te nemen. En het is een belangrijk onderwerp en het werd eigenlijk al in 2001 tijdens het World Congress Against Racism in Durban, dus een congres onder toezicht van de Verenigde Naties, waarin werd vermeld slavernij en mensenhandel zijn misdaden tegen de menselijkheid. Het waren een aantal artikelen die daar heel erg belangrijk bij waren. Ik zal ze even kort citeren. Artikel 13. We acknowledge that slavery and the slave trade, including the transatlantic slave trade, were appalling tragedies in the history of humanity, not only because of their abhorrent barbarism, but also in terms of their magnitude, organized nature, and especially their negation of the essence of the victims, and further acknowledge that slavery and the slave trade are crime against humanity and should always have been so, especially the transatlantic slave trade, and are among the major sources and manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and that Africans and people of African descent, Asians and people of Asian descent, and indigenous people were victims of these acts and continue to be victims of their consequences. En in het diezelfde conference waren nog een viertal andere paragrafen, artikelen die daar verder op ingingen. Maar ik geloof dat het beeld al geschetst is. En dit was dus in 2001. Maar het enige voordeel was, want het was veel te laat, maar het debat over reparations werd daardoor dan vervolgens wel in bredere kringen gevoerd. Want eigenlijk al sinds de 18e eeuw hebben mensen het onderwerp aangekaart. Maar over het algemeen werden ze doodgezwegen, bespot of vermoord. En in 2010 heeft Armand Sunder dit boek geschreven. Het boek heet ook Herstelbetalingen. De wedergoedmaking voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme. Was in 2010. Maar daarmee heeft hij dus het onderwerp ook in het Nederlandstalige bereik gebracht. Dus eigenlijk kunnen we in Nederland ons niet meer verschuilen en verstoppen voor deze discussie. En ook omdat vanuit CARICOM, en CARICOM is een Caribisch samenwerkingsverband, waar ook Suriname lid van is. En na initiatieven van Jamaica, Barbados en Guyana, is in 2013 een CARICOM Reparation Commission gestart, onder leiding van Hilary Beckles. En vanuit deze commissie zijn brieven gestuurd naar Europese landen door wie de misdaden zijn gepleegd. En ook Nederland heeft een brief ontvangen en daarop is inmiddels gereageerd. Want het was een anonieme reactie van dank u, we hebben het ontvangen. Maar vervolgens Armand Sunder, die dus dit boek schreef, is de voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie in Suriname. En als onderdeel van die CARICOM Reparation Commission is hij daaronder voorzitter. Ik weet niet of het geweest is of nog steeds is. Maar goed, een belangrijke bijdrage van de CARICOM Reparation Commission is een 10-puntenplan. En de 10-puntenplan, ik zal die 10 punten even opnoemen. Er staat dus als punt 1, full formal apology. Punt 2 spreekt men over repatriation, dus de mogelijkheid tot terugkeer naar land van herkomst indien dat gewenst is door mensen. En onder andere de Rastafarian-beweging heeft heel vaak gesproken over terugkeer naar onder andere Ethiopië, et cetera. Punt 3 is een Indigenous People Development Program. Want met name de grootste genocide heeft plaatsgevonden op de inheemse in de Caraïbe en in de Amerika's. En het wordt te vaak genegeerd, maar het is ook een van de grootste misdaden in de wereldgeschiedenis. Punt 4 gaat over cultural institutions, want met name een grote misdaad ook geweest is juist het afpakken of het verscheuren, vernietigen van de cultuur, zowel taal, godsdienst, gebruik, gewoontes, die zijn allemaal of verboden geweest jarenlang of op een bepaalde manier gecriminaliseerd zelfs, of belachelijk gemaakt.
Vervolgens punt 5 gaat over een public health crisis. En ook door overerving, et cetera, zijn heel veel ziektes geïntroduceerd en ook prominent aanwezig in verschillende regio's. Punt 6 gaat over illiteracy eradication. Jarenlang is het onderwijs weggehouden bij de bevolking van nog onder andere de Cariben waar het vandaan kwam, maar ook in Amerika's en in Zuid-Amerika. Een African Knowledge Program, juist door het eurocentrisme, leren we eigenlijk alleen nog maar Europese geschiedenis. En wereldgeschiedenis is eigenlijk een vrijwel onderschoven kind geweest, of nog steeds. Dat juist zo wijdverbreid door belangrijk is voor de hele samenstelling van de wereld zoals die nu is. Psychological Rehabilitation, een collega hier naast me vanuit de GGZ in domein kan er veel meer over vertellen. Maar ook de vernederingen die je honderden jaren lang continu hebben plaatsgevonden, hebben psychologische trauma's opgeleverd die we op de dag van vandaag nog steeds kunnen terugzien. Punt 9 gaat dan over technology transfer. En technology transfer gaat met name dat, als ik kijk naar een land als Suriname, is altijd een groot wingewest geweest. Het is alleen maar gebruikt om resources op te halen. En juist verwerken of bewerken van die resources heeft elders plaatsgevonden. Waardoor er geen enkele kennis daar is achtergelaten. Wat men bijvoorbeeld in het succesvolle mijnbouw, houtbewerking, houtbouw, houtwinning, visserij, etc. Hoe men daar een eigen industrie op kan gaan bouwen. En als laatste punt 10 is debt cancellation. Want het hele periode van kolonialisme en vervolgens imperialisme heeft deze dan in gigantische schulden doen belanden. Waar je eigenlijk, als je er gewoon normaal over denkt, niet meer uit zou kunnen komen. En alleen nog maar door wurgcontracten via de IMF en de World Bank nog dieper en dieper en dieper in de schulden gaat geraken. De 10-puntenplan is door de CARICOM, dus het CARICOM gemeenschap, unaniem aangenomen. En ze strijden dus nu als blok, omdat daar ook nog vervolg aan gegeven kan worden. Dat was in 2013. Van de Verenigde Naties is een nieuw start geweest, want uiteindelijk bleek dat die Durban-conferentie waar we hier over spreken, eigenlijk weinig opvolging heeft gekregen. In 2009 is een Durban Review-conference geweest om te kijken wat hebben de verschillende landen wel of niet gedaan rondom dit thema. Nog steeds te weinig. Dus in 2015 is er een zogenaamd International Decade for People of African Descent gedeclameerd, ook weer door de Verenigde Naties. Zou het duren van 2015 tot 2024. Centraal stonden daar de onderwerpen recognition, dus erkenning, justice, rechtvaardigheid en development, ontwikkeling. Eigenlijk zijn het de centrale thema's als we praten over reparations. En recognition zou onder andere zijn, als we praten over erkenning, onder andere het maken van excuses. Nu, het hele verhaal rondom reparations is geen nieuw paradigma. Want zaken als herstelbetalingen, herstelrecht, genoegdoening zijn geen onbekend verschijnsel in internationaal recht of naar internationale gemeenschappen. Voorbeeld, nou goed, iedereen kende de Tweede Wereldoorlog reparations die gedaan zijn. Ook naar, terecht naar het Joodse volk onder andere. Er zijn compensaties geweest voor Japanners. In Amerika heeft men compensatie, een soort van reparations proberen te doen naar inheemse wie in het land gestolen is. In Duitsland is er recent gesproken over reparations richting de Herero. Dus continu is er wel gesproken over reparations. Het is een verschijnsel dat vaak geprakticeerd wordt. Maar als het gaat over de transatlantische mensenhandel of de slavernijperiode, dan lijkt alsof dit internationaal gebruik niet bestaat. En dat is ook iets waar we nog continu tegen geageerd hebben. Zelfs in de Verenigde Staten sprak men ooit over 40 acres and a mule. Is de naam ook van Spike Lee's filmproductiecompany.
als herinnering, een continue herinnering van ooit is dat beloofd. Elke tot slaaf gemaakte zou een zelfstandig persoon kunnen worden met 40 acres en een mule. Is nooit bewaarheid geworden. Voor de afsluit, afgelopen december heeft de Nederlandse regering heel veel druk toch besloten om iets te doen met excuses. En mogelijk zal op 1 juli in het Oosterpark ook koning Willem ook iets rondom excuses gaan doen. Ik zeg steeds iets rond, want eigenlijk zijn het excuses om te vermijden dat er een claim rondom reparations gedaan kan worden. Want continu in alle voorgaande documenten werd gezegd van als er excuses gedaan worden, zou je het ook in een wet moeten kunnen vastleggen. Alleen zodra iets in een wet wordt vastgelegd, dan is men bang voor procedures die daarop zullen gaan volgen. Dus nu zijn het halfslachtige excuses geworden, waarin tijdens het doen van excuses ook in het geheel niet is overlegd met de slachtoffers van, of de nazaten van slachtoffers van de misdaad en slachtoffers van de doorwerking van de misdaad. Ze komen dus out of the blue. Het is eigenlijk meer een spel, een speelbal in een politiek spel tussen verschillende politieke partijen. Terwijl als we kijken van wat kan Nederland, we gaan nu specifiek over Nederland praten, doen rondom compensatie. Er zijn nu veel discussies over compensaties voor de boeren. Rondom een stikstofcrisis, compensatie voor gaswinningen, slachtoffers in Groningen. Eerder waren er sprake over compensaties voor gevoerde oorlogen. Op die manier durft men wel te spreken over compensatie. Maar zodra het gaat over die misdaad tegen de menselijkheid, dan zien we uitstel, afstel, ontwijktactieken. En zijn allemaal eigenlijk in principe immoreel. Grove schending van mensenrechten. En eigenlijk is het zo dat dit vernieuwde paradigma is eigenlijk de enige oplossing lijkt voor de duurzaamheid, rechtvaardigheid en veiligheid in de 21ste eeuw. Als we op die manier vooruit willen gaan. Want met dit paradigma rondom reparations en genoegdoening, herstelrecht, etc. moeten we ook meer gaan kijken naar zaken als de sociaal-economische crisis waar we mee te maken hebben. De klimaatcrisis. Nou, recent die pandemiecrisis, waarin eigenlijk ook weer je zag dat alle landen die geraakt of misbruikt zijn door kolonialisme, het minst snel die pandemiecrisis zouden kunnen oplossen. Omdat alle medicijnen en vaccinaties allemaal in het noorden verdeeld werden. Gelukkig, heel gelukkig, is Afrika, waar geen medicijnen kwamen, vrijwel niet geraakt. Ja, Zuid-Afrika dan nog wel. Maar het zijn grote crisissen waar we continu mee te maken hebben. En we zijn verplicht om te kijken hoe te handelen, zowel ethisch, juridisch, economisch in deze tijd. En daarom, ik sluit nu even af, want anders komt Kenneth niet aan de beurt. Reparations is rechtvaardigheid. Ja. Goedemiddag. Dankjewel. Zoals jouw naam was, Ben? Nina. Nina had gezegd, ik ben Kenneth Kuverley. Ik heb een lange track record in de psychiatrie, maar ook in het kader van vakbondsactiviteit en natuurlijk politiek, sociaal activist. Maar ook daarnaast op Sint Eustatius, waarmee we zijn bezig met andere activiteiten in verband met de industrie van archeologie. Iets wat veel mensen vaak niet erbij stilstaan, waarbij de Afrikaanse voorouders worden opgegraven, meegenomen en in de industriële, archeologische industrie wordt verhandeld. Dat is, gebeurt nu op dit moment op Sint Eustatius. Maar even om bij de zaken vandaag te blijven, ik ga niet herhalen wat brother Kenneth heeft net geïllustreerd. Van een hoop van die aspecten hebben een raakvlak met elkaar. Ik ga wel even op in op de legacy, de Dutch Transatlantic Slave Trade en kolonialisme en slavernijhandel. Die erfenis die nog steeds wordt erkend dat er niet aanwezig is. Die is nooit afgelopen. En die heeft dus een doorwerking nog steeds, een gigantische
impact op onze Afrikaanse gemeenschap. En ik ga daarmee een correlatie leggen met die excuses speech, wat ik noem eigenlijk inhoudeloos. Van eigenlijk wat Rutte heeft gedaan is maar één ding. Wat de Europese en de VN heeft al lang erkend, is dat de gruwelijke en barbaarse moorden en gruwelijkheden ten opzichte van de Afrikaanse voorouders van ons zijn misdaden tegen de menselijkheid. Ja? En dat hij daarmee komt en falls short of, hoe moet ik het zeggen, het negeren of weigeren om over reparations te praten, herstelbetaling, is op zichzelf een probleem. Want let wel dat de decade of African peoples spreekt van drie aspecten, drie pijlers. Excuses, erkenning, gerechtvaardigheid, dan justice, ja, en dan reconstruction, ontwikkeling. Als je geen rechtvaardigheid erkent, in die zin, die een correlatie heeft dan met ontwikkeling, dan ontken je zo en zo, of laat ik het zo zeggen, je ontkent reparation, dan ontken je zo en zo die twee pijlers. Dus dan heeft de eerste excuus eigenlijk weinig of geen meerwaarde, behalve één belangrijke punt. De staat, de Nederlander, die in slavernij heeft gehandeld ook, samen met de katholieke kerk en andere organisaties, de West-Indische Compagnie, heeft eigenlijk erkend eindelijk na 150 jaar zo'n beetje, afhankelijk van welke gebied in de regio overzeegebied heb je het, want 150 jaar in de herdenkingsjaar van vandaag heeft betrekking op Suriname, waar in feite onze voorouders 10 jaar lang in slavernij moest blijven om de suikerrietindustrie booming te houden en in feite de geld op te moeten brengen om de eis van de slaveneigenaars, slavenhandelaars, om die compensation te moeten betalen. En dan moet mensen wel heel erg duidelijk weten dat die 10 jaar is niet voor niks geweest. En 10 jaar is niet 10 dagen, zo en zo niet. Wat betreft de Nederlandse Antillen, Curaçao, Bonaire, Sint-Eustatius en Aruba, Saba en Sint Maarten, is slavernij volgens de Nederlandse proclamation al in 1863 afgeschaft. Dus dan hebben we het hier over in het herdenkingsjaar of Memorial Year, over wat betreft de Nederlandse voormalige Antillen, zoals die worden genoemd, 160 jaar afschaffing van Nederlandse slavernij en kolonisatie en slavenhandel in die regio. Wat ik daarmee betreur ook, en dan doe ik een forse aanval en kritiek op de Nederlandse media, de gemeenten en de centrale Nederlandse overheid, dat ze halen al die gebieden onder één kwakkeloze loop, zeg maar, en plaatsen die onder 150 jaar. En dat is een distorted vorm van historische feiten weer. En als ik terug ga, dan kan ik het over 175 jaar. Van Frans Sint Maarten in 1848 was slavernij al afgeschaft. Door het verzet aan de Nederlandse kant van onze voorouders is ook in 1848 de hele Nederlandse militaire macht en slavenhandel daar ter plekke gecapituleerd al in 1848. Op Sint-Eustatius speelde de heer Thomas du Plessis ook op 12 juni. 1848 een instrumentele rol in de bevrijding van onze mensen op Sint-Eustatius ook. Dat vind je niet terug in de Nederlandse prescriptieve onderwijs en historische boeken. En een van de instrumentele vrouwen op Sint Maarten, die is de vrouw die wordt in het Engels wordt het Wan Tete Lokai. Dat is een mevrouw Lokai met een borst. Is een van de 19e eeuwse heldin van in die tijd die een belangrijke rol daar heeft ingespeeld. Ja? Dus de herdenkingsjaar moet je in 3 verschillende categorieën van jaartal gaan zien. Nou, wat betreft, zoals ik net zei, de Dutch Transatlantic Slave Trade, colonialism en enslavement of our ancestors, daarin is weinig verandering ingekomen. Van die erfenis, de legacy in de vorm van
institutionele structurele racisme en discriminatie. Het Zwarte Piet context hoorde ik Brother Kenneth net noemen. Zijn allemaal voortvloeisel uit uiteindelijk door die legacy, die erfenis die nog plaatsvinden in onze samenleving. En wat betreft die legacy is helder te zien overal. Neem eens in Horden. Je hebt Pieterszoon Koen, die bijna de hele bandenbevolking heeft uitgeroeid om monopolie op de notenmaatschappij te krijgen. Die wordt nog als gehuldigd als held in Nederlandse samenleving. Je hebt dadels op de handelsgebouw in Amsterdam ook zo'n figuur. Je hebt Petrus Donders in Tilburg, waarbij men zegt hij is een zielige, bijna lamlendige iemand die naar Suriname is gegaan om de inheemse en de zeg maar Afrikaanse mensen te helpen. Wat hij heeft gedaan is met een bewuste idee, gedachte, missie naar Suriname is vertrokken om de mensen te bekeren alsof zij geen geloof zelf hadden. Dat is koloniaal op zichzelf. Hij heeft de Surinaamse inheemse bevolking en de Afrikaanse mensen gecategoriseerd als wilden die niks wisten. En die moest bekeerd worden, vernietigd hun eigen heiligdom en verbood hun heiligdom. Nou, wat betreft die excuses. Als je kijkt naar onze situatie, de mental issue, de mentale effecten op onze mensen in deze samenleving. Vooral jongeren van dag aan de dag. Die weinig zelfappreciatie hebben. Dwalend zoeken naar een plek in deze samenleving. Identiteit is kwijt. Deappreciatie voor hun eigen zelfbeeld. Al dat soort dingen hebben te maken met mensen die op een bepaalde manier uitgesloten worden, gemarginaliseerd worden in deze samenleving en uitgesloten op systematische wijze. Hun identiteit wordt verkracht, het wordt ontnomen. Je wil ze opdringen en opvoeden vanuit een eurocentrische perspectief om zich te gedragen en te denken. Wanneer zij in de spiegel kijken en kijken naar hun ouders, dan is de vraag wie ben ik uiteindelijk? En in Nederland wordt in feite de hele kwestie rondom deze issue, de doorwerking en de effecten, de pijn, de kwetsende effecten op de Afrikaanse gemeenschap, de mensen in dit, wordt gebagatelliseerd en weggedaan alsof, ja, waar heb je het over? Niemand zou in feite zoals in Tilburg met Petrus Donders, met de katholieke lobby, met een witte man met zijn kruis hoog op in de lucht, zijn hand op die zwarte man, op zijn knie, zijn gezicht bijna in zijn kruis. Als hulpeloos niks van betekenis zijn in kwestie, ja, ik ben bezig met die man het zegenen te geven tot bekering. Dat is aan Afrikaanse voorouders van mij die in Suriname is beland, niet uit eigen wil, maar door dwang. En dat beeld straalt een distorted en negatieve beeldvorming uit voor zwarte kinderen, witte kinderen in dit land enzovoort enzovoort. Dus het feit dat men beargumenteert dat dat beeld behoort in de public space te zijn en dat wij daar geen problemen mee hebben, omdat we spreken over een held, Petrus Donders, toont alweer aan hoe wit Nederland, hoofdzakelijk, niet alle wit Nederlanders, maar een heleboel, denken over de Holocaust met betrekking tot de Afrikaanse mens. Ik heb een aantal maanden terug een aantal Joden ontmoet. Ik wist niet eens dat ze Joden waren. En ik had deze discussie en men zei tegen me, Kenneth, niemand zou het in hun hoofd halen om Joden op die manier af te schilderen. Die dubbelstandaard dus. Maar blijkbaar vindt de westerse wereld, Nederland, de overheid, maar Rutte, de Nederlandse staat, vinden het juist en legitiem om de Afrikaanse mens nog weg te zetten zonder respect, zonder waardigheid. Dus op het terrein van reparation, herstelbetaling, je hebt onze land, het moederland, zitten plunderen. Amsterdam hier is opgebouwd door de inkomsten van de West-Indische Compagnie. Cologne, heel Europa trouwens,
Je hoeft alleen maar naar Engeland te gaan en dan zie je wat daar allemaal. Je hebt die prestigieuze banken zoals de Barclays Bank. Allemaal handelaars en eigenaar van slaven, mijn voorouders zijn geweest. Europa is opgebouwd op onze financiële kracht. Olie, vroeger heette het Koninklijke Shell Olie. Hoe kan je nou verdomd Koninklijke Shell Olie, Shell die uit Nigeria, de Ogoni region, is vandaan. Ken Salawiwa is vermoord daardoor omdat hij daar tegen protesteerde. En het feit dat onze reserve nog steeds wordt gestolen en geplunderd, is een onderdeel van de continuatie van de Nederlandse transatlantische slavernij en kolonisatie in de ruimste zin van die betekenis van die woorden. En dus, als het om institutionele racisme gaat, identiteits- en inferioriteitscomplex rondom onze mensen, hun plek in deze samenleving wordt nog steeds eigenlijk niet geaccepteerd als equal mensen, dan heb je een bevolkinggroep op dit moment die steeds geteisterd worden met de nasleep van de legacy. En dat zal ons in onze samenleving, de ghost in the room, zullen ons altijd blijven achtervolgen. Dus om af te ronden, reconstruction van onze samenleving, het zij op in het Caribisch gebied waar verpaupering. Er is een recentelijke research uitgekomen waarbij sinds de transitie 10 oktober heeft plaatsgevonden in het gebied waarbij Saba, Bonaire en Sint-Eustatius public body zijn geworden van Amsterdam, waarin dat rapport zegt, Nederland heeft de afgelopen, sinds de transitie, die drie eilanden chronisch en structureel, systematisch in armoede gehouden. Ik zeg nee, het gaat veel verder. Van de dag dat we zijn in slavernij gezet, uit die sociaal-economische malaise met armoede en verpaupering, is de Afrikaanse mensen in de diaspora nooit uitgekomen. Dus het gaat veel verder terug. Maar het feit dat zo'n research kon aangeven hoe Nederland de overzeegebieden tot nu toe behandelt en systematisch in economische malaise armoede houden, is op zichzelf een misdaad. De toeslagaffaire hier in Nederland is een misdaad. Wie noemt het een misdaad? Niemand. En wie wil het daarover hebben? Niemand. Maar mensen van een ander ras, uitgeselecteerd om ze systematisch te benadelen, psychologisch gebroken, getraumatiseerd, mentaal, voor de rest van hun leven, kinderen, is dat niet een misdaad? Wat willen we dat noemen? Dus reconstruction, ontwikkeling, wederheropbouw, om uit de systematische, onderontwikkelde situatie, waarin Nederland ons houden nog steeds, is een eis. Het is geen gunst wat je ons doet. Het is een eis. Het is een eis van wat is van ons gestolen en wordt nog steeds gestolen. Dus in een nutshell wil ik het daarmee samenvatten. Dankjewel.